Ik dacht dus echt serieus de hele tijd dat het dinsdag was. Dus het is pas maandag. Super vervelend. Maar de kindjes gaan zo naar het kinderdagverblijf. Oh, mijn haar zat even heel raar. Jullie gaan zo naar school, hè, Rad? Gaan zo even de haren doen en schoentjes aan. Het jenees al aan. En dan gaan we naar school. Goedenavond. Was ik weer. Dagje gewerkt. Dat was echt, de dag is echt omgevlogen. Ik had helemaal geen last van een maandag gevoel. Vanmorgen werd ik wel wakker. Even nog geluid uit, hoor. Vanmorgen werd ik dus wakker. En ik wist helemaal niet wat voor dag het was. Dus ik dacht oprecht dat het dinsdag was. Toen dacht ik, ik heb helemaal niet gewerkt. Dus het kan vandaag helemaal geen dinsdag zijn. Nee, het is dan Pinksteren. En toen kwam ik op een gegeven moment achter dus dat het pas maandag was. Dus dat was echt een tegenvaller. Maar de rest van de dag ging best goed. Ik heb net mijn vlog geüpload. Die hebben jullie dus al gezien als het goed is, als jullie trouwe kijkers zijn. Ik ben hem nu zelf even aan het terugkijken of die goed is. En ik kijk nog wat andere vlogs van mensen die ik volg. Het is 10:30. Nee, 10:30 trouwens, sorry. Raf loopt allemaal te hoesten en het is maandag. En op maandag en dinsdag mis ik de kindjes altijd, want dan haal ik ze op om 5:00. Dan ben ik 6:30 thuis en om 6:30 gaan ze in bad en naar bed. En Robin staat in de douche, maar ik hoop eigenlijk altijd stiekem dat ze nog even wakker worden, zodat ik even kan knuffelen. Maar ja, ik vind het wel zielig voor ze. Raf is heel erg aan het hoesten. Dus misschien ga ik zo nog even knuffelen. En dan ga ik lekker slapen. Oh, ik ben inmiddels op het werk. Heel grappig net, want een vrachtwagen die was aan het inparkeren bij de Welkoop. En ik was echt uitgebreid aan het gapen, omdat ik hem toch voor aan het laten gaan was. En die vrachtwagenchauffeur die zat dus gewoon al 10 minuten zo te zwaaien. En ik zat gewoon zo'n beetje gapen, wilde ik zeggen. Maar het filmpje stopte er weer mee. Top! Ik ga naar binnen en ga nog weer werken. Zo, het is 12:00. Ik heb pauze. Ik sta nu bij de Pearl voor. Het regent. Ik heb geen jas aan. Super handig. Ik ga eventjes mijn nieuwe bril regelen. En dan hoop ik dat hij snel klaar is. Dat ik niet meer zo schil kijk. Gelukt! Ik ga weer snel naar het werk. En over een week is hij klaar. Dus ik heb hem trouwens getest. Ze hadden die glazen er... ja, dan kun je even testen. En ik zag gelijk 3 keer zo goed. Dus had ik al 10 jaar eerder moeten doen. Nou, ik zit dus in de auto en stak dus net een vrouwtje over. Oh mijn god, ik schrok me kapot, hè. Zij was dus gewoon op die middelste streep op haar fiets aan het stappen. Aan die andere kant kwamen er dus auto's aan en ik kwam eraan. Ik dacht, als ik nu heel hard moet remmen en die mensen achter mij moeten ook remmen, dan krijgen we hier sowieso een fucking harde botsing. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik ga de kindje nu halen. Mijn lampje springt net aan, want ik moet tanken. Maar Robin die gaat vanavond sporten. Dus ik slaap tanken mooi over. Dan kan hij mooi gaan tanken vanavond. En dan hoef ik dat niet te doen. Ik heb echt een hekel aan tanken. Dit is zo verschrikkelijk. Ik zit heel erg in de radio achter. Ik vind tanken echt verschrikkelijk. Ik vind het wel heel lekker ruiken, maar nee, het is niet mijn ding. Ik mag niet bellen. En nu het regent al helemaal niet. Ik heb geen jas bij. Super stom, want ik dacht natuurlijk weer dat het 30 graden zou worden vandaag. Gelukkig hebben de kinderen wel gewoon lange mouwen aan. Ik ga ze nu lekker ophalen. Ik ga lekker een salade eten straks. Robin en Jen eten macaroni. En Rad die eet altijd op het kinderdagverblijf. Dus die hoeft straks niet te eten. En dat vind ik heel fijn. Want dan hebben we extra tijd om te spelen straks. Goedemorgen. Het is woensdag. We zijn wakker. Rad ligt weer op bed. En Jen wil niet op de video. Ik en Jen gaan naar beneden lekker eten. Zo, ik zit in de auto en ik ben helemaal kapot nu al. Papa heeft Jim meegenomen. Dus toen moest ik even snel aankleden. Raf zit achter in de auto en die drinkt dus sinds gisteren zijn flesjes niet meer. Dus ik heb zijn fles voor de zekerheid maar meegenomen voordat hij daar in de action begint te gillen. Want dat zul je altijd zien. En ik ga nu naar Zwommel. Even lekker naar de action. En dan haal ik denk een visje en dan ga ik naar papa Jim ophalen. Dus het is nu 11:15 en ik denk dat ik om 12:00 lekker aan het lunchen ben. Ja. Kijk eens. Zijn we een visje halen? Dan even lekker visje halen, hè? Het is inmiddels woensdagavond, 7:55. En Jim wil natuurlijk niet slapen, want Jim wil een appel. Appel. Maar mama heeft geen appels meer in huis. Dus toen riep hij maar, koekie. Koekie. En toen zei hij, mama. Mama. Appel. Appel. Papegaai. Ja. Wie. Doei. Doei. Zeg maar doei. Doei. Ciao.
donderdag. De kindjes gaan zo naar school. Robin is nog thuis. Die heeft straks examen. Dus die heeft lekker meegeholpen. En dan kijk ik even nog Nijntje. En dan gaan we zo naar school, hè, jongens. Het was een lange rij en hij deed het. Dan denk ik echt, oké. Okay. Donderdagavond. Hey, ho. Jun heeft mij gebeten. Rotzak. Slaat echt helemaal nergens op. Ik weet ook niet waar hij in één keer last van heeft. Maar dus, ik kwam thuis van mijn werk. En ik was allemaal druk heen en weer aan het lopen. Uitpakken, tas uit de auto, kinderen uit de auto, eten. Bla bla bla. Dus ik liep naar buiten. En toen poepte er dus een vogel op mijn hand. En toen dacht ik, dan ga ik vloggen. Dat is lachen. Dan zie je zo'n gele stondvlek op mijn hand. Vinden mensen leuk, vinden mensen grappig. Dus ik zoek in mijn tas naar mijn telefoon. Geen telefoon hoor. Had ik mijn telefoon eens op de zaak laten liggen. Super handy. Dus ik ben straks even snel naar de zaak gesjeest. En heb even mijn telefoon opgehaald. En die heb ik nu weer. Hiep hoi. Robin is binnen aan het dweilen. Ik heb net gestofzuigd. En we gaan zo lekker avond houden. Maakte net een video en Robin vond dat hij dikke armen had. Dan gaan we pas. Nee, ze zijn wel echt dik. Gezellig, hè? Weet je wat nog meer dik is? Ik ga het film snel stopzetten. Robin is eventjes wezen shoppen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ga daar naar een vriendinnetje lekker koffie drinken. De jongens zijn hier aan het spelen. Raf, die maakt heel veel lawaai. Even kijken hoor. Zijn jullie lekker aan het spelen? Wat ben je aan het doen, Jin? Wat ben je aan het doen? Oh. Nou, heb je een hoed op je hoofd? En ik heb heel veel snotties. Maar ik ga snel naar beneden, want ik denk dat ze honger hebben. En we gaan even lekker fruit met brood eten. Oh. Jin heeft een tractor. Je mooie auto, Jin. Nou, we gaan snel afknuffelen, hè. Eeuw, snotties. Zo, de kindjes die heb ik geslapen en zijn weer wakker. En mijn zusje belde dus net dat mijn oma die mag weer bezoek ontvangen. Dus, ik ga de kindje zo inladen en ik ga zo snel mogelijk naar mijn oma toe. Dan kan ik ze eindelijk weer zien. Niet meer via de telefoon, maar gewoon in het echt. Ik heb er echt helemaal zin in. Jin, gaan we naar oma zo? Gaan we zo gezellig bij oma kijken? Ja, dat is wel gezellig, hè, schoon? Ja. Ja. Je loopt met een stekker. Oké, okay, dat is wel een stekker, hoor. Dus niet dat jullie nu denken dat ik een loedermoeder ben. Ben ik wel, maar... Dan gaan we zo met Jin. Ja? Ja. Ja. Jin, waar gaan we heen? Gaan we weer bij oma kijken. Dat is gezellig. En Raf gaat ook gezellig mee, hè, bij oma kijken. Ja. Weet je de weg nog, Jin? Ja. Oké. Okay. Wijs jij ons de weg? Weet je het nog? Weet je nog de weg? Oh, koek in zijn mond. Woep woep. Rennen! Ja. Ben je gezellig bij oma? Hoi oma! Hallo. En Raf is een lekker flesje aan het drinken, vriend. Ja! Jin! Jin? Tutu! Tutu, het auto! Yay! Hé, hey, dat is gezellig bij oma, hè? Waar is oma? Ja. Waar is oma? Hier is oma! Ik trill helemaal! Yay, we zijn eindelijk weer bij oma! Dus ik dacht, het is een goed idee als ik Jin zijn blouse uitdoe als hij spaghetti gaat eten. Nou, dat was echt een super goed idee, want dan wordt zijn blouse in ieder geval niet goor en dan krijg ik die in ieder geval schoon. Jongens, let op, hè. Ik ga hem nu uit zijn stoel halen. Zeg, moeder Bluis. Ik zal hem maar in een papier zetten. Kom, even alle twee die lepel los. Kom, Jin. Doe je uit? Nee, je met koekjes in de mondje. De hele broekpies. Hele broekpies. Alles onder de spaghetti. Ja, dat was een goed idee. Wat moet dat doen? Ja, vliegje. Ga door mijn bad. Nou jongens, je kunt ze beter dus naakt gewoon spaghetti laten eten, want dit is het resultaat. Toppie!
En je hebt gepoept. En je hebt gepoept, dus we gaan in de douche. En Rad is ook klaar. Rad is nog wel schoon gebleven. Kom. Is het lepel uit je mond, schat? Kom. Hier, uit je mond. Rad is nog wel lekker schoon. Ja. Jij wel, hè? Kijk maar. Wauw. Ook nog een plekketje in je hand. Joehoe. Je gaat ook lekker in het bad. Zo, de kindjes zitten in het bad. Papa's barbecue, hè? Dan moet mama altijd een beetje multitasken. Ben je het dan aan het poetsen eraf? Je hebt geen standjes. Ga je ze toch poetsen? Jin, waar ben jij? Jin, koekoek. Hi. Zit je ook in bad? Dat is gezellig. Samen met je broer, hè? Ja. Alle twee in bad, hè? Gaan we zo lekker flesje drinken naar bed. Nou, Raf, kus, want we gaan naar bed. Kus? Nee, geen kus? Oh, goed zo. Raffi, jij gaat ook slapen. Kikiek. Ja, ik ga de twee naar bed brengen. Wel, trusten. Het is zaterdagochtend, mijn vader is net weg en ik heb vanmiddag een verjaardag van mijn broertje en mijn schoonzusje. En ik dacht, weet je wat, dan geef ik de jongens alvast een goede kleedje aan, hoef ik ze straks niet meer aan te kleden. En dit is er inmiddels van over. Top. En dit is Jinsen shirt. Oké, helemaal top. Dus, dat doen we dus ook nooit meer. Raf die ligt op bed, het is 10:45. Jin gaat denk ik ook zo naar bed. Die stoot net steen. En ik ga zo even een kruidvatwasmiddel halen, denk ik. Zo, Raf is weer wakker. Hij heeft de fles op. Dat had ik niet verwacht. Nou ja, wel minder dan normaal. Maar... Wat heb je? Mooie trommel. Wat is dat voor ding? Oh, een herrenmaak ding. Dat is allemaal mooi. Nou, ligt Jin op bed, Raf. Muzikantje hoor. Bam, 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 bam. Hoeta! Lekker adviezen. Ja, rompet. Oh. Ja. Dat was weer, hè? Wij zijn al eventjes op de verjaardag. En wat zijn jullie aan het doen? Kijk, ratjes. Ze maken zich wel. Wat hebben jullie? Hi. Je hebt snot. En wat heb jij, Jesselyn? Die. Ook die. Oh, hebben jullie alle twee die? Gaan jullie alles eruit halen samen? Die. Wat willen jullie? Die. Die? Bal of die? Die bal. Ja, ik weet niet wat jullie willen hoor. Er ligt zoveel zooi in. Ja, ik ga het er niet uithalen. Yes. Nou, ik ga weer naar binnen. En toen was het alweer 7:30 en dit is echt heel schattig. Check even. Deze twee kleintjes. Zeg maar hallo. Zijn jullie Jokie en Jette aan het kijken? Dat is gezellig. En willen jullie ook op de vlog? Jin, laat je handen zien. Milana, kom op mijn rug. Oh, kom
Wauw. Wauw. Oh, Raf slaapt. Ja, tuurlijk. Elke ochtendvlog die ik opneem zeg ik Raf slaapt. Maar die slaapt weer. Want het is 11 uur. Jim was pas om 10 uur wakker. Want we waren gisteren een beetje laat thuis van de verjaardag van mijn broertje. Ja, en we hebben vanmiddag weer een verjaardag. En ik denk dat ik zo even naar mijn ouders ga koffie drinken. Zodat Robin boodschappen kan doen. Ben jij een lekker broodje aan het eten bij opa en oma Raf? Raf? Hé, hey, ben je een lekker broodje aan het eten? Dat is lekker. Oh, boom. Nou, doei. Deze ligt te chillen bij opa. Debbie ook. Zachtjes, hè. Wij zijn onderweg naar de verjaardag van oma Marika, Jim. Dat is gezellig. Heb je er zin in? De geurfase is aan. De knot zakt uit. Die ga ik zo even opnieuw maken. En we gaan lekker taart eten. Fania, zijn jullie lekker aan het spelen? Ja, altijd, hè? We gaan een foto maken! Yay! Waar is het bed gebleven? Die staat boven. Oh, ga je! Woe! Foto! Ja. Oké, okay, Jenny gaat er alweer vandoor. Die heeft geen geduld. En Raf! Jerry! Ik ga deze vlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet jullie een duimpje omhoog te doen en te abonneren op ons lokaal. Ik zeg het nu wel in één keer goed. Super fijn. Het lijkt alsof ik steeds beter in word. En tot de volgende keer. Nee, je zegt weer lokaal. Nee, ik zei kanaal. Nee, ik ga terug luisteren nu. Echt? Man is gek. Ik zei wel lokaal. Maar ik bedoel dus kanaal.